In deze video ga ik je leren hoe je gespreide stokjes paarsgewijs kunt haken. Hoi, ik ben Wendy van wendyshomecollection.com en de auteur van deze haakboeken. Nu naar de steek gespreide stokjes paarsgewijs haken. Ik ga het je van dichtbij laten zien. Zo zien gespreide stokjes paarsgewijs gehaakt eruit. Het lijkt of het veetjes zo zijn, maar straks ga je zien dat we ze zo gaan haken. En dat geeft dus een heel leuk effect, vooral als je met meerdere kleuren werkt. Ik ga je laten zien hoe ik deze steek haak. Ik gebruik als basis even een proeflapje wat ik nog had liggen en ga met een andere kleur beginnen deze steek te haken. Ik begin met een keerstokje, want hierna moeten we gelijk een losse gaan maken. En als je dan een keerstokje hebt, dan kun je tenminste goed dat onderscheid zien, dat die losse ook die kant op gaat. Dan gaan we beginnen met een stokje in dezelfde steek. En dat stokje maken we niet af, dat maken we maar voor de helft af. Dus omslaan door 2. Dan beginnen we met een volgend stokje. We slaan 1 steek over en dan maken we hier het tweede stokje. Doorhalen, omslaan door 2. En dan gaan we omslaan en door alles heen. En dan heb je je eerste stokje paarsgewijs gehaakt. Omdat we deze lengte moeten overbruggen, maken we 1 losse. En dan gaan we weer hetzelfde herhalen. We beginnen een stokje en dat doen we weer in dezelfde steek. Doorhalen, omslaan, doorhalen door 2 en het stokje niet afmaken. Vervolgens beginnen we aan het tweede stokje, omslaan, 1 steek overslaan, draad doorhalen, omslaan door 2 en dan weer omslaan en door alle 3 de lussen heen. En dan heb je het tweede setje paarsgewijs gehaakt. Zo gaan we verder door de hele toer. Kijk mee en haak gelijk mee. Dan heb je hem zo in de vingers. 1 losse. Draad omslaan. In dezelfde steek insteken. Doorhalen. Omslaan. Door 2. Stokje niet verder afmaken. Omslaan. 1 steek overslaan. Insteken. Doorhalen. Draad omslaan. Door 2. En draad omslaan en door alle lussen heen. Een losse. Draad omslaan. In dezelfde steek insteken. Omslaan. Door 2. Omslaan. 1 steek overslaan. En in de volgende steek insteken. Omslaan door 2. En omslaan door alles. Als je deze steek eenmaal goed onder de knie hebt, dan haakt die echt heel erg snel weg. Want het is een heerlijke ritmische beweging die hierin zit. Zijn we bijna aan het einde van de toer. Kan ik er precies nog eentje kwijt. Insteken in dezelfde steek. Omslaan, doorhalen. Omslaan, eentje overslaan, doorhalen door 2, doorhalen door alle 3. Nou, gaan we de toer afsluiten en dan heb je hier dus weer die extra losse nodig om het weer mooi vierkant te krijgen. Dus 1 losse en dan weer een stokje in de laatste steek waar we ook zijn geëindigd. En dan ziet dat er dus zo uit. Het begint pas echt leuk te worden als je met een tweede kleur erbovenop gaat. En dat ga ik je nu laten zien. Ik knip hier de draad even af, want in deze deken werken we ook steeds aan de goede kant. Dus ik ga hier nu niet draaien. Ik ga hier gewoon weer opnieuw beginnen. Dan hebben we alle goede kanten voor. En kun je ook gelijk zien hoe ik dat dus doe met aan de goede kant weer beginnen. Deze draad laat ik hier hangen. En dan steek ik hier boven in het keerstokje steek ik in. Ik haal de draad door
en ik leg daar een knoopje in, zodat die aan de zijkant zo valt. Zo wordt je haakwerk ook weer veel steviger. Die sla je zo naar achter. En dan gaan we hier weer beginnen. Met het maken van een keerstokje. En je ziet hier in eenzelfde ruimte, dat is dus de moeilijkheid aan de goede kant opnieuw beginnen. Maar ik zoek dan een extra lusje hier even, waardoor ik die draad toch door kan halen. En gewoon een keerstokje kan maken. En dan gaan we weer precies hetzelfde doen. Eén losse. En in dit geval ga je dus in de ruimte die je hier hebt van de vorige toer, ga je beginnen. Dus stokje half afmaken, omslaan en dan ga je hier in de volgende ruimte doorhalen en door alle drie heen. Eén losse en dan begin je weer de volgende in dezelfde ruimte doorhalen, omslaan door twee. Omslaan in deze ruimte, omslaan door twee, omslaan door alle drie. Kijk, en zo gaat het helemaal mooi in elkaar vallen. Lossen, in dezelfde ruimte. Doorhalen door twee, omslaan in de volgende ruimte. Doorhalen door twee, omslaan, doorhalen door allemaal. Op deze manier wordt het een soort vlechtwerk wat in elkaar gaat vallen en daar kun je echt prachtige effecten mee maken. En bij deze deken kun je dat heel mooi zien hoe het allemaal in elkaar valt.